Iedereen heeft de gelegenheid gehad om hier vanavond te komen. En ik denk dat er een redelijke groep aanwezig is. En misschien is het wel zo dat er een grotere groep voor de televisie zit en naar de HOS kijkt. Maar dat kan ik niet, dat weet ik niet. Kunt u meten, hè? Kunt u meten? Ja. Meten is weten, zegt u, maar ik hoef niet alles te weten. Ik zou alleen nog één ding willen vragen. Of er een relatie, of dat het bij Rijkswaterstaat ook nagevraagd wordt. Of nou, die geven nou een 500.000 subsidie hiervoor. Ja. Of dat van invloed is straks, ook op de onderhandeling met Rondweg. Niet dat Rijkswaterstaat straks gaat zeggen, ja maar Helvoort, luister even, jullie hebben al van ons geld gekregen, nou moet je niet zeuren om Rondweg. En dat zou ik willen weten, of dat het in de onderhandelingen met Rijkswaterstaat op voorhand is meegenomen. Die vraag kunnen we voorleggen. Is in de onderhandeling van tevoren niet meegenomen. Het is zo dat... Ja, maar hij is wel reëel, denk ik. Nou, dat... Ik denk dat er nog te veel gedacht wordt dat Rijkswaterstaat degene is die straks het geld voor de Rondweg op tafel zou moeten gaan leggen. En ik denk dat we daar niet van uit moeten gaan. Ik denk dat we dan bij andere instanties en dat we eerder bij de provincie terecht zullen moeten komen. En wat we wel willen proberen bij Rijkswaterstaat is die tweede aansluiting. Want dan hebben we ook al heel wat bereikt, denk ik. Nog andere vragen? Ja, ik heb een hele korte. En dan wou ik aan meneer Verlieshout vragen. Die heeft dus straks gesproken over brandweer en over politie. Maar ik mis de ambulance. Heeft u misschien bij buurtgemeenten, via uw grondmaatschappij, gegevens... Want wij hebben gegevens doorgekregen dat de aanrijroutes bij ambulances op dit moment door de verkeersremmende maatregelen langer worden. En dat zou wel eens ooit heel erg van invloed kunnen zijn op een ongeval. Ik wou dus aan meneer Verlieshout vragen, is u daar iets van bekend bij andere gemeenten? En kunt u mij ook andere gemeenten noemen waar die 30 kilometer zone is ingevoerd? Nou, als ik de GGD of de ambulance niet genoemd heb, dan heb ik dat zeker niet bedoeld. Ik bedoel, alle nood- en hulpdiensten, bij het type maatregelen, zijn we ervan uitgegaan dat elke locatie bereikbaar moet zijn. En we hebben er dus voor gekozen in Helvoort om zo min mogelijk afsluitingen te doen, zo min mogelijk inrichtingsverkeer in te stellen. Ook om de bereikbaarheid door hulpdiensten, maar ook onder de ambulance valt, om die bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te waarborgen. Het is natuurlijk zo dat op het moment dat je snelheidsremmende maatregelen treft, dat ook een ziekenwagen daar hinder van ondervindt. Het is natuurlijk zo als je zegt, eerst kon men 60, 70 door een straat rijden en dat willen we gaan voorkomen door het terug te brengen naar 30, dat de reistijd wat toeneemt. En daar ondervindt het ziekenvervoer, ondervindt daar inderdaad ook hinder van. Maar omdat we zeggen, van we sluiten geen wegen af, we houden alles in principe bereikbaar. Dus de nood- en hulpdiensten kunnen overal komen. En daarnaast hoop ik dat we toch ook een veilige situatie krijgen. En ik hoop dat met name de ambulance binnen Helvoort wat minder vaak uit hoeft te rukken dan. Er zijn een groot aantal gemeentes die 30 kilometer zones hebben. Echt. Ja, alle grote gemeentes. Eindhoven, Helmond, Tilburg. Gemeente Schaik. Heeft een 30 kilometer zone. Vergelijkbare gemeente met Helvoort. Bekendonk, 30 kilometer zone. Wat zegt u? Je tegen het dorp Schaik. Ik krijg regelmatig een brein, maar kan nee. Ook kunnen, dat is veel meer zelfs. Dan vergist u zich, ik ben er zelf geweest. Ik denk dat ik nog een foto bij me heb van een verkeersremmende maatregel en van de... Wat zegt u? Nee. De... Kom en ze zijn bezig, zoals ook hier is, om de zaak in een paar jaar op te bouwen en dan de volledige kom te hebben gehad. Op dit moment is nog niet het hele dorp rond, nee. Maar het is wel zo dat voor Schaik het verhaal van 30 kilometer zone daar gewoon voor toepassing is. Ik ben er 2 weken geleden nog gaan kijken om zeker te weten dat als die vraag gesteld werd, dat ik wist waar ik het over had. Zijn er nog andere vragen? Ja, we
zijn nog niet uitgeput. Even Wijk. Deze hoeft op zich niet zo lang te duren. Er werd steeds aangegeven van, in ieder geval op het moment van invoering, bij ingang van een 30 kilometer zone, dat er aangegeven moet worden. Op het moment dat u een 30 kilometer zone verlaat, wel wordt dat ook aangegeven? Dat is de eerste vraag. Ja, zou u daar misschien ja of nee op kunnen antwoorden dan? Ja. Ja? Nou, dan zou ik toch in ieder geval van aandacht willen vragen, met name voor de overgangsfase. Want bij afsluiting van fase 1 is in ieder geval de hoogte van de gemeentewerf, de Achterstraat, begin van de 30 kilometer zone. Maar tevens ook een eindpunt. Met name de aanvangstijden en eindtijden van de school is de, ja, het stuk tussen het Heiken en de geheel Achterstraat toch een punt waar erg veel kinderen doorkomen. En hebben we dus een periode van ja, misschien wel een jaar, misschien wel bijna 2 jaar, niet te maken met verkeer dat langzamer gaat rijden, maar net andersom verkeer wat sneller gaat rijden. Dan zou ik toch, het is al een aantal keren meer gezegd, iedereen heeft liefst misschien wel die dingen zo snel mogelijk voor zijn eigen huis. Maar nogmaals, dit ja, voor een toch misschien een heel ruime periode wordt voor een heel hoop kinderen de situatie net omgedraaid. In plaats van langzaam gaan we daar sneller rijden. Nee, ik begrijp wat u bedoelt. Ik denk dat we dat even moeten bekijken, hoe we daar iets aan kunnen doen. Want je moet in ieder geval voorkomen dat je daar de 30 kilometer uitkomt en dan plankgas richting Rijksweg gaat. Want dat is de feit wat u aangeeft. Nou, we moeten eens kijken wat daar voor mogelijkheden zijn. Nog andere vragen of opmerken? Heer Gerritsen. Ik had nog één misschien technische tip, ik weet niet wat de kosten ervan zijn, maar het is namelijk zo, ik zit zelf nogal veel op de weg en als je een doorgaande weg hebt die plotseling veranderd gaat worden naar, ja, blijft een doorgaande weg natuurlijk, maar die veranderd gaat worden in voorrangsfunctie, ja. Dan ook met mensen die de weg niet kennen, die gaan er meestal toch vanuit dat ze voorrang hebben. Nou zijn er verschillende dorpen, ook hier in Brabant, die tot lumineus idee zijn gekomen om bij iedere straat van rechts een bord te plaatsen. Pas op, rechts heeft voorrang. Ik zal u vertellen, dit werkt echt ontzettend goed. Terwijl als je daar dus niet in de gaten hebt, dan blijf je er gewoon rijden zoals je altijd rijdt. En diegenen die dan eigenlijk van rechts voorrang hebben, die krijgen dan alsnog niet de kans om de weg op te schieten, want dan worden ze aangereden. Bedankt voor de suggestie en ik denk op zich dat u gelijk hebt met de opmerking dat dat zeker goed werkt. Je moet alleen een beetje even kijken hoe je zoiets precies doet, want we moeten zien te voorkomen dat het weer niet helemaal voor borden komt te staan overal waarop staat wat je weer te wachten staat. Maar zeker in het begin, in de aanvangsfase, kan ik me zeer goed voorstellen dat je dat soort waarschuwingen moet hebben staan, omdat het anders je volledig het onbekende induikt. Nog andere vragen, opmerkingen? Dan wil ik het afronden met een paar algemene opmerkingen, denk ik. Ten eerste, een paar opmerkingen. Ten eerste, ik heb in het begin aangegeven wat de Torenstraat betreft, zouden wij liefst zo snel mogelijk daarmee beginnen. Ik denk dat het verstandig is dat we deze week eerst nog een commissievergadering hebben van, een vergadering hebben van de Commissie Openbare Werk en Milieu op zeer korte termijn. Die termijn is nu helemaal kort. En mijn voorstel zou zijn dat, of er moeten zeer overwegende bezwaren zijn van de bewoners van de Torenstraat, dat wij ook op zeer korte termijn met de Torenstraat aan de slag gaan. Dat is 1. Wat datum noemen, zeer korte termijn, volgende week maandag. Dat is korte termijn, hè? Dan halen we het net op tijd en dan hebben we de rekening voor 15 november bij Rijkswaterstaat liggen. Ik ben er gewoon heel eerlijk in, dat is de situatie. Meneer Tra. Welke stukken wilt u dan nog ontvangen, meneer Tra?
Dan hebt u niet helemaal goed geluisterd. Voor al die straten die wij in 95 uit gaan voeren, heb ik gezegd dat de gedetailleerde tekening nog komt en dat we daar nog volledig met z'n allen over aan tafel gaan zitten. Als u, nee, dan hebt u echt niet goed geluisterd, meneer Tra. Als u vindt, als bewoner van de Torenstraat, en die vraag heb ik u zojuist gesteld, die vraag heb ik ook in het begin van de avond al aangegeven. Als u vindt, als bewoner van de Torenstraat, dat wij nog bij elkaar moeten komen met bewoner van de Torenstraat en bewoner van de Broekwal om te praten over de voorgenomen maatregelen, dan moet u dat aangeven. Dat zei ik net. Daarna kwam er geen reactie en ik zette mijn volgende stap en u reageert van hoe zit het nu? Als u als dan zal dat allemaal voor deze week moeten. Ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen, ik heb met mijn gezin voorgenomen om volgende week een paar dagen weg te zijn. En ik wil het dus voor aanstaande maandag, moet dit gewoon gebeuren. Niet om die vakantie, maar meer om een andere situatie. We willen heel graag de subsidie, wat de Torenstraat betreft, veiligstellen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in, daar moet ik ook eerlijk in zijn, denk ik. Het verzoek van de Torenstraat om van de week nog een keer bij elkaar te komen, als u dat wenst, dan doen we dat. Er zijn twee mogelijkheden en eigenlijk, om even een beetje te kunnen voorbereiden, zullen we op de vrijdagavond komen zitten, denk ik. Ik maak nu gebruik van het medium De Hos, heel goed voorstel. Aanstaande vrijdagavond, maar dan moet ik eigenlijk eerst vragen of Gastenbosch vrij is, want als ik het op deze manier oproep, wordt de groep heel groot. Aanstaande vrijdagavond stel ik voor om met de bewoner van de Torenstraat en de Broekwal nog even bij elkaar te komen. Misschien kunt u ondertussen, meneer Luijben, nog iets toevoegen. Ik had een vraag, hoe wilt u het verkeer gaan omleiden door die Torenstraat? Weet ik niet. Dat zullen we u dan ook even laten weten. Nee. Betekent dat alleen maar de Torenstraat? Ja, Torenstraat en de Broekwal. Ja, maar een keurig oostelijk gedeelte met een rechte streep van onder naar boven. Maar is het niet verstandig om meteen beginnen bij de toegangswegen van het dorp, om daar al meteen aan te geven dat je het dorp ingaat, ondanks dat het niet alles gerealiseerd is, bij 30 kilometer bedrijf? Ja. Ja. We kunnen beter gewoon meteen beginnen bij de toegangswegen. Dan is het duidelijk dat je een dorp binnen gaat, ondanks dat het gerealiseerd is, 30 kilometer. Maar dan zou je bij de toegangsweg Helvoorstraat moeten beginnen. Maar het heeft geen zin om bij de Udenhoutseweg aan de toegang een zeggen dat je in een derde kilometer gebied komt, terwijl je daar niet in komt. Maar dat betekent dus dat het tweede gebied ook dan dus eigenlijk nog geen 30 kilometer is. De tweede fase bedoel ik. Dus op het moment dat die aangelegd wordt, wel. Maar het is niet zo wat net gezegd werd van. Als je begint, dan moet je, of als je zo aanpakt, moet je een groot gebied in één keer bestrijken. En dan moet je allerlei aanpassingen maken. Maar als je nu dus zegt van nou, we beginnen nu bij een straat en we pakken gewoon telkens een straat erbij, dat betekent dat je 2 jaar lang in feite niet in zo'n groot gebied zit, maar in feite dat je met een Amsterdamstraat zit van 30 kilometer. Nee. In feite schuif je dan, maar goed, ik kan dat nu niet helemaal exact aangeven, maar dus in feite als je de Broekwal weet hoe te liggen, de Torenstraat. En in feite zou je dan zoetjes aan in dat volgend jaar, want in feite worden 95, het hele deelgebied 1 wordt dan afgewerkt. Hè, schuif je heel zoetjes aan het geheel op. En telkens als we een straat links of rechts passeren, kan daar de toegang komen staan, 30 kilometer, zodat je het opschuift en dat het meegroeit. Dat betekent dat de toegangswegen dan in feite als laatste zouden moeten komen, want als je de toegangswegen gaat maken, dan. Ja, alleen zou je daar, dat is bij de toegangsweg aan de westelijke kant, maar aan de oostelijke kant als je het hebt over de Torenstraat, dan heb je die mogelijkheid als je aan de zijkanten die straten die uitkomen op de Torenstraat aangeeft dat je daar de 30 kilometer in komt. En in feite ga je dus die borden telkens meeschuiven met de werkzaamheden die je verricht. Ik begreep dus graag een bijeenkomst nog met de bewoner van de Torenstraat en de Broekwal. Aanstaande vrijdagavond, 19:30, gemeentehuis.
De andere zaken worden door ons op de rails gezet. We gaan starten met het voorbereidende werk met de tekeningen en dat soort zaken. En we komen met u per aantal straten of per straat weer bij elkaar om over de gedetailleerde tekeningen verder te praten. Dan dank ik u hartelijk voor de komst. Dat is punt 1. Ik dank u hartelijk voor de hele lange zit die u hebt willen doen. Het is ondertussen 11:55. Dank u wel voor de inbreng en wel thuis. Nou, de laatste woorden van wethouder Van de Ven vanavond. Een lange informatieavond, maar toch met heel veel dingen die in elk geval vanavond gezegd zijn. En die je ook thuis hebt kunnen meenemen. Tot slot nog even een kort gesprekje met wethouder Van de Ven zelf. We houden het heel kort dat u ook bedtijds naar je bed kunt gaan, denk ik. En dat geldt ook voor jou, Anton. Een lange avond. Wat vond je van de avond in zijn algemeenheid? Ik vond het een hele goede avond. Er is heel veel gezegd, ook een hele hoop vragen. Er zijn wel twijfels, toch bij veel mensen, over de haalbaarheid en over het effect van die maatregelen. Ja, die twijfels, dat kan ik me voorstellen. Of jij, ja, je zegt nu bij heel veel mensen, ik denk dat je dat ook relatief moet zien. We hebben van een aantal sprekers de twijfels gehoord. We hebben ook van een aantal sprekers zeer duidelijk te horen gekregen dat ze achter de keuze staan die wij maken. Dat ze alleen over de specifieke maatregelen nog graag willen praten. Er zijn ook mensen die vragen gesteld hebben over kleinere maatregelen en gezegd hebben, we komen er later wel op terug als jullie met de gedetailleerde tekeningen komen. Van die mensen heb ik duidelijk het idee gekregen dat ze achter dit plan staan en nog even precies willen weten hoe het verder uitgevoerd gaat worden. Helder is wel dat het geen totale oplossing is, heb je ook zelf gezegd diverse keren vanavond, van het probleem, hè? Nee, je kunt dat verkeersprobleem, dat is zo verschrikkelijk groot, dat weten we met z'n allen. Dat kunnen wij niet alleen met dit oplossen. Waar wij heel duidelijk voor staan, en ik heb het vanavond verschillende keren aangegeven. Het moet binnen Helvoort veilig zijn. Je moet daar rustig kunnen fietsen, rustig kunnen wandelen. De kinderen moeten er op hun gemak naar school kunnen gaan, zonder dat ze allerlei onveilige situaties tegenkomen. En ik hoop dat we dat met dit verhaal kunnen bewerkstelligen. Wat ook veel is gezegd vanavond, die rondweg, die komt toch iedere keer weer terug bij heel veel mensen. Ook daar valt eigenlijk nog geen zinnig woord over te zeggen, hè, over de haalbaarheid daarvan. Nee, dat is heel moeilijk. Je kunt wat dat betreft geen ijzer met handen breken. Als wij de ideale oplossing op dit moment hier op tafel zouden kunnen leggen, dan zouden we dat meteen doen. Maar we zitten daar op een koers en ik denk, dat is nog geen gelopen koers. Dat is een koers die nog een heel eind vooruit moet. Een aantal zaken zijn daarin duidelijk. Er moet op een gegeven moment een ontsluiting komen in Den Hoek. Daarmee verlichten we, als we dat goed aanleggen die weg, verlichten we de Kastanjelaan en de Lindenlaan. Die tweede aansluiting op de Rijksweg, die moet er komen. Als die er is, dan zien we hoe dat de verkeersbeweging op dat moment wordt. Misschien biedt dat alweer wat oplossingen. En daar wordt ook binnenkort over overlegd met Rijkswaterstaat. Nog eens een keer over die tweede aansluiting. Voor alle duidelijkheid, het is niet de verkeersintensiteit. Dus het aantal auto's neemt niet af door zo'n maatregel. Omdat de veiligheid, kun je zeggen, neemt wel mee toe. Is de totaliteit en ook de leefbaarheid. Dat wordt binnen enkele jaren bereikt in Helvoort. Toen is het eerst aan bod. Volgend jaar de eerste fase, de hele harde kom, zeg maar. Het jaar daarna, de laatste fase, dat is dan in 1996. Dan moet het een beetje afgerond zijn. In 1996 moet het afgerond zijn. U snapt dat wij heel bewust ervoor gekozen hebben om dat nu ook vast te leggen. Zelfs in het investeringsplan dat er voor de begroting 95 op tafel ligt, hebben we al aangegeven dat we een deel willen reserveren voor het tweede deelgebied. Want we vinden wel dat dit afgewerkt moet worden. En of nou straks we de herindeling achter de rug hebben of niet, de derde kilometerzone voor de hele kom kan er op deze manier gerealiseerd worden, ook financieel. Bij de Torenstraat de hoogste prioriteit heeft en daar beginnen we ook al. Deze week dus noods al aan en de Broekwal en daarna gaan we dus verder in de westelijke richting. Ja, daarna verder in de westelijke richting. We beginnen dus niet deze week in de Torenstraat, dat wordt dus nu volgende week maandag. Want
Ik kom eerst even bij elkaar met de commissie Openbare Werken Milieu en met de bewoner van de Torenstraat en de Broekwal. Tot slot, Anton, de politiek, althans appel 74, voelt zich een klein beetje buitenspel gezet. Die zijn te weinig geïnformeerd, hebben te weinig kunnen inspreken. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik kan me voorstellen dat de heer Poels nu zegt dat hij vindt dat het vlug gaat. Andere kant van de zaak is dat het conceptplan in de commissie Openbare Werken zeer uitgebreid besproken is. Dat de vertegenwoordiger van zijn partij daar ook aanwezig was. Zeer duidelijk zijn inbreng gehad heeft. Er zelfs op basis van suggesties van zijn fractie, van zijn vertegenwoordiger, zaken aangepast zijn. Dus ik denk dat hij te ver gaat om te zeggen, wij weten niks en we weten niet hoe we verder moeten. Ik denk dat we hem misschien nog niet voldoende geïnformeerd hebben, maar de maatregelen die hier liggen, die waren volop bekend en duidelijk bekend ook. Goed, ik dank u wel voor jouw toelichting. Aan het einde van deze lange informatieavond. Bedankt en succes met de uitvoering van de plannen die dus volgende week gaan starten. Dank u wel, Anton van der Ven. We sluiten af deze uitzending. Lange informatieavond hier vanuit Gassenbos in Helvoort. En we zijn terug met de HOS op 27 oktober in het Praatcafé om 19:30 's avonds. Dank voor het kijken allemaal. Tot over een paar weken.